Provinciale Hogeschool Limburg investeert 2,2 miljoen euro in nieuwe robottechnieken die het leven van MS-patiënten aangenamer moeten maken. Met de robots kunnen de patiënten hun armspieren trainen, zodat eenvoudige handelingen zoals een glas water nemen weer mogelijk zijn. Met de robots kan dagelijks en doorgedreven worden geoefend. Een eerste proefexemplaar van de robot is klaar. Via enkele heel eenvoudige oefeningen kunnen MS-patiënten nu hun armspieren trainen. Zo moeten ze hier een boek op de juiste plaats in de kast schuiven. Door te manipuleren kan het boek ook gedraaid worden. En ik heb nu ongeveer 2 kilogram tegengewicht die ik van de robot krijg. De MS-patiënt krijgt op die manier meer controle over zijn armspieren. En dat is een pijnpunt voor velen. Het is zowel de spieren, maar vooral ook de zenuwbanen die worden aangetast. En daardoor eigenlijk de coördinatie van de spieren niet meer vlot verloopt. En daardoor hebben zij dan hun specifieke problemen. Problemen die ook een revalidatiearts kan verhelpen. Maar de crisis is tot in de verzorgingssector voelbaar. En dagdagelijkse trainingen kosten veel geld. We zien helaas dat die tijd die een therapeut in patiënten kan steken, daalt. En dat is jammer, omdat we weten uit hele vele wetenschappelijke studies dat hoe meer therapietijd een patiënt krijgt, hoe beter de outcome. De Provinciale Hogeschool Limburg investeert dan ook extra in de ontwikkeling van nieuwe robots, waardoor patiënten op eigen houtje zullen kunnen trainen. De totale begroting over 3 jaar en de samenwerking met de universiteiten en revalidatiecentra en ook alle technische aspecten bedraagt 2,2 miljoen euro. De robot moet in de eerste plaats een oplossing bieden voor de 15.000 MS-patiënten in ons land. Maar kan later ook verder ontwikkeld worden voor de revalidatie van alle mensen met spierziekten.